Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F123 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian Anschraven en vandaag gaan we bij de vorige aflevering nummer 55 hier in Oostenrijk. Heb je die vorige video gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtboven het i'tje, klik erop en zie die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer je vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode content elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Vorige wedstrijd wonnen we de race in Canada. Ja, een spannende strijd met Verstappen. Betekent dat wij tweeën nog altijd een podium hebben gepakt. En nog altijd alle races gewonnen die er zijn verreden. We hebben een grotere marge naar Verstappen toe. Dus kijken of we dat deze race kunnen gaan uitbreiden. Er zit een sprint in deze race. Video eigenlijk, dus dat betekent dat we meer kans hebben om uit te lopen bij Verstappen. We gaan dus ook even kijken welke sponsor wij nu gaan halen. Want ik wil wat meer geld verdienen om Max ook dit seizoen nog te behouden. Voor het tweede seizoen zelf dus. Gewoon even kijken welke de beste is. En welke het meest realistisch is. Want we willen niet dat die sponsoren falen. En dan hebben we ook geen inkomen meer. Dat zou zonde zijn. En van het overige geld kunnen wij gebruik van maken door faciliteiten te kopen. Gaan we gewoon even kijken welke de beste is. En dan zijn de sponsoren toegevoegd. Ze zijn ook alweer toegevoegd op de auto. Spoelen de tijd mooi even door. Rally Hot Lap slaan wij over. En dan is het wel tijd voor de kwalificatie. En kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Zijn we aanbeland bij Q1. Lekker bewolkt. Zonnig weer is het op het circuit. Daar helaas een track limits waarschuwing gepakt. Maar goed, dat geeft niks. Kijken of wij ook door kunnen komen naar Q2. Ik verwacht eigenlijk van wel. Zou niet al te moeilijk moeten zijn. Ik kom aan bij het einde van mijn eerste en mogelijke laatste ronde in Q1. Met de DRS. En dan staan we op de eerste tijd. Eerste plek, sorry. Met de snelste tijd, jazeker. Q2 verloopt helaas wat minder. Hebben een probleem. Remsysteem die het niet doet. Dat betekent ja, dat we deze tijd even moeten afwachten. Ja, dat dus. Maar goed, dat geeft niks. We hebben nog voldoende tijd om een ronde neer te zetten. En zijn dus aanbeland bij Q2. Mooi. Nog steeds op de droogweerbanden, maar de bewolking neemt wel toe. En hebben hier wat slipstream van Logan Sargeant. En laten dus ook paars in sector 1 noteren. Wat ook logisch is natuurlijk. We komen aan bij het einde van mijn ronde in Q2. Weer DRS beschikbaar. En weer de snelste tijd. Jazeker, een 1-3-6. Prima ronde. En ik denk dat dat goed genoeg is voor Q3. Helaas verloopt die letterlijk in het water. Want het regent. En kijken wat we kunnen gaan doen op dit natte circuit dus. De DRS is niet beschikbaar gesteld door Race Director. En Felipe Drugovich voorlopig naar pole position. En wij zijn langzaam in sector 1. Maar wel snelste van allemaal in sector 2. Tsunoda voorlopig naar pole position. Wij hebben hier een beetje last van Carlos Sainz. Die ook een ronde gaat neerzetten. Pakken wel wat slipstream van hem. En zo ja, pakken wij P1 voorlopig pole position. En dat blijft de pole position. Tsunoda komt er niet aan te pas. Hetzelfde geldt voor Carlos Sainz dus derde. Max helaas zesde.
En op naar de sprint en kijken wat we dus kunnen gaan doen. Well, the weather is not looking good today. We are expecting the downpours to continue into today's sprint. This will make for some tricky conditions for all the teams. Through the driver grid order for today's exciting sprint. The professor lines up on pole position and Yuki Tsunoda completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Sainz, Leclerc, Oscar Piastri, Verstappen, Perez, Russell, Norris, Drugovich, Gasly, Richard Vachon, Hauger, Teo Pourchaire, Joe, Sargeant, Liam Lawson, Albon, Bottas, Magnussen, De Vries. Lance Stroll brings the grid to a close. Which of these drivers will get pole position today? We will soon find out. Okay, we've got that relief of having points on the board finally. So let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. Dus opnieuw een top 10 finish zien te behalen in deze race, zegt de ingenieur. Gaan we dus ook gewoon doen. We vertrekken dus vanaf pole position in deze sprint. Regen helaas, dus iedereen start op de intermediates. Gaan dus ook niet naar binnen, want er zijn maar 8 rondes te racen. Gaan we ons wel voorbereiden voor de formatieronde. Met ons zetten dus op pole position. Tsunoda op P2, Sainz 3, Leclerc 4, Piastri 5. Nou, heel veel informatie van de ingenieur wat we eigenlijk allang weten. Dus alles op temperatuur zien te brengen en te behouden. Kom maar bij het einde van de formatieronde aan. Ongeveer 400 meter en dan komen we in onze positie. Eigenlijk in mijn positie, pole position dus. Kijken of ik ook een goede start kan krijgen in deze race. ...0,4 meter er vanaf, heel goed geparkeerd. Wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 55 alweer. De sprint van F1 23. My Team Car Remote in Oostenrijk gaat dus zometeen beginnen. Bij de pole, Tsunoda 2, Sainz 3, Leclerc 4, Piastri, P5, regen op het circuit. Lampen gaan aan voor 8 ronden lang sprinten. En ze zijn uit. We zijn onderweg en komen goed weg. Nog eens aan die binnenkant. Nog steeds aan die binnenkant zit ernaast. Maar wij knijpen hem daar af, gaan er wel een beetje wijd. En dat betekent dat Norris de leiding afpakt van ons. Sainz naar P3. Piastri 4, Leclerc 5. Sorry, het is Yuki Tsunoda. Ik dacht Lando Norris. Yuki Tsunoda, excuses. Yuki Tsunoda pakte daar de leiding af. Maar wij hier, jazeker, tikken hem daar lichtjes aan. En zo pakken wij P1 weer van de Japaner terug. Het was dus niet Lando Norris, maar Yuki Tsunoda. Ronde nummer 2 inmiddels, als diezelfde Tsunoda op 1,7 seconden is gezet door ons. En wij laten dus paars in sector 1 noteren. We hebben ook de snelste raceronde in handen met een 1.16.9. Daar komt zo meteen een verbetering aan van de snelste raceronde. Wat rotzooi op de banden. Zou voor gripsmindering gaan zorgen, maar goed, ik merk er weinig van op de controller. En wij laten even de snelste tijd noteren. 1.10.9. Nog 5 rondes te gaan in de race. En ja, dan zitten we weer aan het einde van de sprint. Want er is niet zoveel meer gebeurd. Wij winnen dus
de sprint. Tsunoda naar 2, Sainz 3, Leclerc 4, Verstappen 5. Betekent dat wij weer een paar punten uitlopen op Verstappen. Wij gaan in ieder geval hier tot nu toe de dubbel pakken. De sprint gewonnen, de pole position veroverd en is het op naar de hoofdrace. Kijken of we dat ook kunnen gaan volhouden. Ik ben benieuwd waar Verstappen zou gaan eindigen. Prima resultaat voor ons. We mogen dus ook van pole position vertrekken in de hoofdrace. Wij krijgen ook driver of the day. 8 punten erbij. Max 4 punten erbij. Lopen dus ook 4 punten uit. Dus een prima resultaat voor mijzelf. En geen uitvallers. 20 punten is het gat. Dat is de voorsprong die wij meenemen. En het is op naar de hoofdrace en kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Welcome to the beautiful Styrian Mountains for another chapter in the story of this famous race. It's time for the Austrian Grand Prix. Seven rights and just three left-handers make up the 10 corners of this high-speed circuit. Turn two is flat out, a left-hand kink into the uphill braking zone of turn three. Turns one, three and four are all potential opportunities to overtake. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. The professor lines up on pole position. Charles Leclerc alongside. Considering the rest of the grid we have, Verstappen, Oscar Piastri, Russell, Perez, Gasly, Norris, Hauger, Drugovic, Tsunoda, Richard Vasseur, Sainz, Teo Pourchaire, Liam Lawson, Sargeant, Albon, Joe, Bottas, De Vries, Magnussen, Lance Stroll brings the grid to a close. Now it lights out just moments away. It's time to go down to the track. We welcome once again to the commentary box Anthony Davidson. And how do you mentally prepare yourself for the rush of the opening lap? Well, the start of the race is always one of the most nerve-wracking parts. You have to hope that everyone is able to get off to a clean start, and this is possibly the trickiest part of the entire race. So many drivers in such a small space, and finding your braking point into turn one as well. It's a testament to the driver's skill that there aren't more incidents. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Nou, we moeten de engineer niet teleurstellen. Strategie is zacht mediums. Gaan we gewoon uitvoeren. En dan ben ik benieuwd waar Verstappen dan gaat eindigen. Nemen we wat minder brandstof mee. Ja, Max staat dus ook op de zachte band. Dus we gaan even kijken wie als eerste naar binnen gaat. En of de strategie zijn ding doet. Nou, heel veel informatie van de engineer. En dan komen we gewoon aan bij onze positie. Wachten zo meteen totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. Jullie kennen het verhaal inmiddels al wel. Nou, goed gedaan. Wachten totdat die laatste auto erin komt. En dan gaan we gewoon beginnen voor de hoofdrace. Sprint hebben we dus al gehad. Wonnen die dus. Max op P3 op die zachte band. Lampen gaan aan voor de Grote Prijs van Oostenrijk. De hoofdrace, aflevering nummer 55, is onderweg en komen goed weg. Max is ook goed weg, zeker. En Leclerc zakt al een aantal plekken, twee eigenlijk. En zo behouden wij de leiding in de eerste ronde van de race. Hoor je gelijk onze overteken op aan en dat zien jullie, want het gat naar Max wordt groter. Maar heeft wel slipstream van ons en wij laten paars in sector 1 noteren. We moeten hopelijk nu wegrijden van onze teamgenoot. Gele vlag, maar we kunnen weer verder racen. En dan zitten we inmiddels in ronde nummer 7. Nu dan. En ja, waarom zo lang? Omdat er eigenlijk niet zoveel is gebeurd in deze race tot nu toe. Max is eindelijk naar ons toe gereden. En heeft de DRS en de overtake en de slipstream. En kijkt hier naar de binnenkant. Jazeker.
kunnen niet terug aanvallen. Verstappen maakt wel een fout. Max maakte een fout bij het insturen van die bocht. En zo pakken wij de leiding weer terug. We moeten in besparing staan vanwege weinig ERS. Dan zitten we in ronde nummer 10 van de race. Nog 15 rondes te gaan. Max zometeen weer met DRS. En wij hebben de overtake. Maar die heeft Verstappen ook. En die heeft ook slipstream. En die heeft ook DRS. Die kijkt hier zometeen naar de binnenkant. Jazeker. Maar doet dit heel slim. Wacht dit keer met zijn aanval. Alleen dan hebben wij de betere exit. Dus dat is ook mislukt. Verstappen tweemaal afgeslagen. Voor een aanval voor P1. Groen in sector 1, jazeker. Twee rondes totdat onze pitwindow wordt geopend en ik duik naar binnen. Max is wat teruggezakt. Gat is 1,9 seconden dit keer. En de eerste pitstop dus voor mij. Piastri naar binnen. Norris ook naar binnen voor Red Bull. 2.3, een veilige pitstop. Hopen dat we zometeen weer voor Verstappen de baan opkomen. En komen mooi in vrije baan weer terug het asfalt op. De schoor rijdt wel achter ons, maar dat gat is 1,2 seconden. Dus wij zullen wel mogelijk wegrijden van onze landgenoot. En er zit alweer in de laatste ronde van de race. Want Verstappen, ja, die overcut heeft niet gewerkt. Heeft zelfs meerdere secondes verloren. En die kon dit niet meer goed maken. En wij gaan ook de hoofdrace winnen met het snelste racerondepunt. Prima races van ons. Goed gedaan. En is op naar de volgende wedstrijd. Fantastic drive, that's just fantastic. Amazing, you deserve that race win. Well done, mate. That's it then for another spectacular Grand Prix here in Austria. And a truly magnificent drive to hang on and take the win. Tell me, Anne. How do you think they were able to deliver such an incredible result today? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalize on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. Well, what a thrilling end to an incredible Grand Prix weekend. Our top three finishers should be incredibly happy with what they were able to achieve out there today. Uitslag van het raceweekend, jazeker, pakken dus ook de volledige score. 34 punten in totaal. Max krijgt 22 punten. Verliest 12 punten op ons en wij krijgen Drive of the Day. Norris op 3, Piastri 4 en de rest zien jullie eigenlijk allemaal op het beeldscherm. Eén uitvaller, George Russell. En daardoor vergroten wij het gat na Verstappen. Als ik dat goed zeg, 28 punten verschil. Dus een topweekend voor ons. Na een mokerslag richting Verstappen. Een enorme dreun. Hopen dat hij dit nog recht kan zetten. En is het op naar de rivaal breakdown met mezelf en Lando Norris. 8 tegenover 4. Het teamacclaim is ook gewoon goed. We zijn beide level 21. Het team is level 26. Van
alle doelende sponsoren behaald. $2,88 miljoen erbij. Ik zeg het verkeerd, van alle sponsorende doelen behaald. Jazeker, $110.000 erbij. Ik heb $15.000 misgelopen. In totaal $21,57 miljoen. Gaan sparen voor het contract met Verstappen om die te verlengen aan het einde van deze seizoenshelft. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook, kom jij niet leuk vond, beter doen op mijn gamekanaal. Abonneer voor meer wekelijkse My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet toch gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van me mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Verder met meer Formule 1 content.